Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Ruiterbewust TV. En in deze aflevering wil ik het met jou hebben over hoe jij de scheefheid bij jouw paard kunt herkennen. Hoe je dat heel makkelijk kunt doen. Allereerst, het geeft niet als jij het lastig vindt om het verschil tussen de houding of de bouw van je paard te ontdekken. Weet je dat ik zelfs op een paardenhouderijopleiding bij het bezoek van iemand van het KWPN die dat ons helemaal uit ging leggen, dat ik er helemaal niks van snapte. Totdat ik de opleiding deed tot craniotherapeut. Toen ben ik gaan ontdekken wat een enorme impact bindweefsel heeft op de houding van een paard. En hoe een paard heel gemakkelijk heel scheef kan worden door bepaalde ongelukjes zoals vallen, stoten, hangen aan het hals, eruit glijden, een trap krijgen van een ander paard, castratie en ga zo maar door. En wat ik heel graag aan jou wil leren is hoe jij dat bij jouw paard kunt herkennen. Hoe kun je nou herkennen dat jouw paard scheef is? Nou, er zijn natuurlijk meerdere manieren voor, maar ik wil je in ieder geval één manier leren waar op jij kunt gaan ontdekken of jouw paard scheef is. En dat is door goed te gaan kijken naar het hoofd van je paard. En dat is natuurlijk best lastig als je paard niet stil wil staan en alle kanten op kijkt. Dus het makkelijkste is om een foto te nemen van het voorhoofd van je paard. Daarbij doe je de voorpluk even naar achter. Je zorgt dat het halste goed recht zit. Dan maak je een foto recht van voren naar het hoofd en vervolgens ga je lijnen trekken. De eerste lijn boven de punten van de oren, de tweede lijn bij de aanzet van de oren, de derde lijn boven de ogen, de vierde lijn onder de ogen, de vijfde lijn aan de onderkant van de jukbenen, de zesde lijn aan de bovenzijde van de neusgaten, de zevende lijn daaronder en vervolgens ga je ook nog een lijn verticaal in het midden van het hoofd van je paard aanbrengen. En dan ga je eigenlijk vergelijken links met rechts. Dus je kijkt heel erg hierbij naar de symmetrie van je paard. Wat belangrijk is, dat je je realiseert als je naar zo'n foto kijkt, naar die symmetrie gaat kijken, is dat de schedel uit verschillende losse delen bestaat. En ieder deel van de schedel staat weer in verbinding met een deel elders in het lichaam. Dus zie jij asymmetrie, dus zie jij scheefheden, zie je dat bijvoorbeeld de ogen ongelijk staan of de oren of misschien wel de jukbeen of de neusgaten, dan wil dat dus zeggen dat jouw paard ook die scheefheid heeft elders in het lichaam. En op het moment dat jouw paard dus scheef is, dan weet je dus eigenlijk al, hé, mijn paard is aan het compenseren. Want jouw paard wordt namelijk helemaal niet scheef geboren. Volgens mij bestaat er namelijk helemaal niet zoiets als natuurlijke scheefheid. Maar die term is er puur gekomen doordat wij eigenlijk geen paarden meer kennen die wel helemaal in balans zijn. Dus ik heb hier ook een blog over geschreven. Daar staan voorbeeldfoto's, video's bij, alles nog een keer duidelijk uitgelegd. Deze plaat ik hier onder deze video. En je kunt daar ook onder in een reactie aan me laten weten wat je bij jouw paard hebt opgemerkt. Nou, belangrijk is ook, als jij dus ontdekt jouw paard is scheef, dan weet je, hij compenseert. Wat dan belangrijk is om te gaan ontdekken van, wat voel ik als ik op mijn paard zit? Is die bijvoorbeeld aan de ene kant sterker dan aan de andere kant? Of is die, wil die niet ondertreden? En wat dan belangrijk is om in je training gelijk aan te pakken, is een stukje recht richten. Dus je zorgt ervoor dat jouw paard recht over de benen gaat bewegen. Dus dat zijn lichaam recht wordt. En op het moment dat jouw paard recht over de benen beweegt, dus echt in twee sporen, dan is je paard dus eigenlijk al gelijker in jouw hand. Dus dat is sowieso belangrijk om daar je training op aan te passen. Dus is je paard links, niet harder gaan trekken links. Nee, zorg ervoor dat je dan gaat realiseren, als hij dus sterk zijn links, wat gebeurt er elders in het lichaam, wat ik misschien daar moet corrigeren? Want vaak is dat een uiting. Een uiting, links is je paard bijvoorbeeld stugger, dat is een uiting. Waar komt dat dan vandaan? En dat stukje ga je aanpakken. Dus dat is heel belangrijk om daar dat rechtrichten mee te pakken. Zorg er ook voor dat je een trainer hebt die dat weet en die jou daarmee kan helpen. Ten tweede is het zo dat als jouw paard scheef is, dat er dus spanningen en blokkades in dat lichaam zitten, waardoor
door jouw paard compenseert. En wat je niet wilt, is de kans lopen dat je paard geblesseerd raakt, dat hij artrose ontwikkelt of dat soort gekkigheid. Dus wat je eigenlijk wilt doen, is ervoor zorgen dat al die spanningen en blokkades uit het lichaam worden gehaald, waardoor jouw paard weer optimaal kan bewegen. En doe je dat in combinatie met training, dan ga je echt een enorm verschil ontdekken in jouw training. Dan wordt het heel veel makkelijker. Dan wordt jouw paard echt weer een happy athlete. Nou, wil je is dat ik met jou meekijk, dan kun je op mijn website www.ruiterbewust.nl eens kijken naar de Happy Athlete Scan, waarin ik met jou mee ga kijken in de training. Dan zie ik precies welke houding je jouw paard aanneemt en hoe die in het lichaam beweegt, zodat ik ook precies weet waar de blokkades zich bevinden, waar de spanningen zich bevinden. Hoe we dat gaan oplossen, ga je dan ook gelijk ontdekken, want dan behandel ik je paard ook gelijk. En we gaan dan ook echt samen aan de slag om ervoor te zorgen dat jouw paard ook weer die happy athlete wordt. Nou, ik zie je heel graag dan. Reageer sowieso onder mijn blog. De link vind je hier onder deze video. Naar wat jouw bevindingen zijn van de scheefheden die jij kunt zien aan het hoofd van je paard. En dan zie ik je heel graag tijdens de volgende aflevering of een Happy Athlete Scan. Doei!